Het Delta Hotel in Vlaardingen verzorgt vanaf vandaag elke maand een ontbijt voor de jongeren van de Jets Foundation. De coaches zorgen ervoor dat de kwetsbare jongeren weer een positieve kijk op het leven krijgen. Ik denk dat het belangrijk is voor de stad Vlaardingen dat Jets er is. Omdat veel jongeren opgroeien in een omgeving waar toch wel een gebrek is aan positieve rolmodellen. Die het goede voorbeeld geven, die jongeren laten zien wat het is om hard te werken. Maar vooral ook om liefdevol te zijn naar elkaar, naar anderen. Die laten zien dat het oké is om je emoties soms een keer aan te raken. Dat je niet alleen maar stoer hoeft te zijn, dat je hard hoeft te zijn. Dus gewoon om dingen wat, ja, eigenlijk wat zachter en mooier te maken met elkaar. En ik denk dat Jets daar een mooie bijdrage aan kan leveren. Wethouder Proost vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met deze kwetsbare doelgroep. Hij gelooft dat Jets deze groep echt kan helpen. Je merkt dat dit hun ook helpt om zichzelf uit te dagen van waar wil ik naartoe, wat is mijn droom, wat wil ik worden. Dus je merkt dat ze ook heel erg bezig zijn van wat is nou leuk werk, wat is nou een leuke opleiding, hoe kom ik aan een goede stageplek. Dus ook in dat opzicht waren het heel leuke gesprekken. Het was bijzonder om met iemand van de gemeente te praten. Ja, eigenlijk wel. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Eigenlijk. Dit is mijn eerste keer dat ik echt letterlijk met iemand van de gemeente praat. Dus dat is wel bijzonder voor mij eigenlijk. Voor de jongeren, ik benoemde het net al, is het een stukje horizonverbreding. Met mensen in gesprek gaan die ze meestal niet in hun eigen netwerk hebben zitten. Maar ook denk voor de wethouders een gave kans om met onze jongeren in gesprek te gaan. Niet alleen om te horen hoe het voor hen is bij Jets en wat Jets voor hen betekent. Maar vooral hoe het voor hen is om op te groeien in Vlaardingen. Die ontmoetingen die kunnen elkaar denk ik enorm veel inspiratie geven. Wij zijn hier vanuit de gemeente Vlaardingen aanwezig omdat we betrokken zijn bij het steunen van het Jets programma. Omdat we het heel belangrijk vinden dat jongeren opgroeien in een gezonde omgeving. Dat ze genoeg bewegen. En nou, dat zijn elementen die bij Jets ook terugkomen. En dit is een doelgroep van jongeren die net een stapje extra zet. En daar wil ik als wethouder ook heel graag een stapje extra voor zetten. Ja, je leert ook meer dingen van Jets. Vooral van coach zei daar zo. Dus dan, je leert heel veel dingen eigenlijk. Dus, daar ben ik wel blij mee en trots eigenlijk op. Jets dat Jets dit doet eigenlijk.